Dit is Flevoland van zaterdag 16 december. Het lichaam van de vermiste chef-kok Edwin Takens is vandaag gevonden. Dat laat de politie weten. Takens werd aangetroffen op het terrein van Paleis Soestdijk, vlakbij de plek waar de auto van de vermiste man eerder werd gevonden. Er is volgens de politie geen sprake van een misdrijf. De eigenaar van brasserie Bakboord in Almere was sinds 31 oktober vermist. Hij werd voor het laatst gezien toen hij vanuit zijn huis in Soest vertrok naar zijn werk. Rijden vanuit Amsterdam naar Almere Haven? Let op! De afslag Almere Haven op de A6 van Amsterdam naar Almere is verlegd. De afrit begint nu 600 meter eerder dan voorheen. De nieuwe afrit, zoals je nu kunt zien, ligt hier. Als we de lijnen volgen waar de mensen aan het werk zijn. En de huidige afrit ligt hier achter die groene kraan. Wij zijn hier de A6 aan het verbreden. Dat zijn nu 2x2 rijstroken en dat worden 4x2 rijstroken. Hier gaat de A6 ook omlaag. En om dat te kunnen doen, eigenlijk het eerste wat de gebruiker gaat merken, is op zondagochtend is dat de afslag Almere Haven 600 meter eerder ligt dan die nu ligt. Dat heeft ook als consequentie dat automobilisten al vanaf de Hollandse brug de parallelweg moeten kiezen. De parallelrijbaan gebruik je dan om de afslag Haven te bereiken. En daar moeten mensen echt vooraf al rekening mee gaan houden, want daarna is er geen optie meer om terug te gaan. Nee, daarna hebben wij een doorgetrokken streep liggen, omdat je anders te kort de ruimte hebt om die weefbeweging te maken. En dan zou je een onveilige situatie krijgen. De afrit komt wel op dezelfde locatie uit als de huidige afrit bij de Noorderdreef. Na de zomer wordt de andere kant van de A6 onder handen genomen. De Almeerse King Alert heeft vandaag zijn boek gelanceerd. Voor de populaire YouTuber is dit een mooie aanvulling op de filmpjes die hij maakt. Toen ik een beetje met YouTube begonnen werd groot, lijkt me leuk als ze gewoon iets tastbaars hebben. Want het kan zijn dat het internet ineens weg is, wij spreken, en dat alles weg is. En dan heb je toch nog dat boek gewoon, iets tastbaars, wat je gewoon als aandenken hebt, zeg maar, aan YouTube-tijd. Het boek over Paul Goudsmit, want dat is zijn echte naam, is geschreven door Susanne Peters. Zij heeft er veel tijd in gestoken. Het is een heel dun boekje, maar we hebben er heel hard aan gewerkt. Want we moesten natuurlijk elke keer via Skype en persoonlijk met elkaar praten. Want ik moet alles over hem te weten komen. Want zoveel wist ik ook nog niet. Dus ja. Ik denk dat het opmerkelijk is dat ik heel open ben in het boek. Heel eerlijk over mezelf, maar ook over mijn familie. En eigenlijk alles gewoon wat erin staat is ook allemaal op waarheid berust. Maar dat is wel belangrijk ook. King Alert heeft op YouTube meer dan 140.000 abonnees. Maar vandaag lieten zich maar weinig fans zien. Veel boekjes werden er dan ook niet verkocht. Volgens mij nu hier een stuk of 5 of zo. Maar er zijn al mensen die het online hebben besteld. Dus komt vast goed, komt vast goed. You are amazing God. Een koor, wat warms te drinken en een hoop kraampjes. Dat zijn de ingrediënten voor de kerstmarkt in Natuurpark Lelystad. Wie er elk jaar komen, vindt hier gezellig. Ja, wat maakt het gezellig? Nou, alle kraampjes en je ziet ook, het is niet alleen zo commercieel, het zijn ook veel particulieren en voor het goede doel en zo. Ja, dat vinden we de moeite wel waard. We lazen op Facebook dat er wat te doen was hier in Lelystad, dus we dachten laten we hier naartoe gaan. Ja. En nu de waarheid, mijn moeder wilde hier graag heen, dus we zijn meegegaan. Ja. Een soort van verplicht eigenlijk. Ja. Ja, wel een leuke verplichting toch? Zeker. Vertel eens, wat heb je om je nek? Een stukje gewei. En wat doet dat stukje gewei? Brengt geluk. Het is de 12e keer dat de kerstmarkt in het natuurpark wordt gehouden. We zijn begonnen als leuke, kleine, gezellige, kneuterige kerstmarkt en hebben dat karakter wel behouden. Dus er staan hier inderdaad de goede doelen, de wat kleinere clubs, niet de commerciële partijen. Ja, en het is echt iets van Lelystad midden in de natuur, dus dat maakt het zo gezellig. En elk jaar blijft de kerstmarkt maar groeien. Dit jaar 100 kramen, vorig jaar 70, dus we zijn ook, we groeien bijna letterlijk uit ons jasje. Dus een snowglobe, we hebben koren, we hebben boswachters, onze eigen boswachters die zelfs hier neer zijn gezet om appelsap te gaan verkopen en glühwein te gaan verkopen. Dus we pakken alles, we halen alles uit de kast. Schaatstalent Femke Beuling uit Emmeloord is als tweede geëindigd tijdens het NK Sprint voor A-junioren. Femke hier in de buitenbocht tijdens de 500 meter in Tialf zette gisteren al op de 500 en de 1000 meter een persoonlijk record neer. En vorig seizoen was dat wel anders, dus dat is heel mooi dat het nu wel steeds beter gaat. Dat maakt de schaatsen ook gewoon een stuk leuker. Hoe kan het dat je constant nu de PR's pakt? Nou, weet ik niet. Ik voel me goed. Een hele team doet het goed en we trainen goed met elkaar. En ik voel me gewoon fit en het schaatsen gaat goed en dan is het gewoon veel leuker en dan lukt alles in één keer wel. Ja. Voel je ze dan ook aankomen, die PR's? Ik voelde me wel goed, maar ja, ik heb ook wel eens gehad dat ik me goed voelde, zeker vorig seizoen, dat het toch niet zo goed ging. Dus dat geeft geen garanties, maar ik had er wel vertrouwen in.
Ze begon vandaag de dag al op de tweede plaats in het algemeen klassement achter de uiteindelijke winnares Jutta Leerdam. Beuling schaatste vandaag iets minder snel op de twee afstanden. Nou, ik weet niet. De omstandigheden waren misschien iets minder goed. Er werd over het algemeen iets langzamer gereden. Maar het was wel een stukje langzamer inderdaad. Maar ja, ik moet zeggen, de vermoeidheid zit ook wel een klein beetje in. Gisteravond reden we behoorlijk laat en nu dan vanmiddag weer. Dus ja, binnen 24 uur vier afstanden was toch best pittig. Al met al is Beuling dik tevreden met deze tweede plaats. De Emmeloordse maakt zich nu op voor het Olympisch kwalificatietoernooi op 28 december. Dat toernooi wordt voor haar vooral veel leren. Ja, er valt er voor mij niet zoveel te halen, maar het is wel een hele bijzondere ervaring, denk ik. Hij was 8 seizoenen profvoetballer en speelde als verdediger onder andere bij Sparta, RBC Roosendaal en Almere City FC. Vandaag de dag is Kees Toet uit Almere goaltjesdief bij VV Unicum in Lelystad. Dat uitkomt in de derde klasse. De ene goal na de andere goal schiet de 30-jarige Toet binnen. Vorig jaar trof hij 21 maal doel. Dit jaar staat de teller bij het ingaan van de winterstop al op 18 doelpunten. Edwin en ik, collega-trainer, die hebben hem denk ik vorig seizoen na een wedstrijd of 7 vanuit centrale verdediger naar de spitspositie gehaald. En dat blijkt toch een aardige zet te zijn. Ja, dat blijkt een gouden move te zijn, want hij heeft er dus nu al meer ingeschoten dan zijn hele profcarrière als verdediger. Had je dat in hem gezien? Nou, je ziet natuurlijk wel op trainen, maar ook bij wedstrijden als Kees als centrale verdediger meeging met corners, vrije trappen, met zijn kopkracht. Hij scoort ook heel veel met die kop van hem. Dat is prima en prettig. Maar hij is ook voetballend is hij aanspeelbaar en weet hij echt wel zijn mannetje te staan als spits. Het is niet zo dat hij het alleen voor zijn kopkracht moet hebben. Op de club is Toet inmiddels een cultheld en een voorbeeld voor de jeugd. Hey, wat vind jij van Kees Toet? Ik vind dat hij goed kan scoren met zijn hoofd. Hey, en denken jullie dat jullie door Kees Toet kampioen worden? Ja, tuurlijk. Ja? We zijn nu eigenlijk al kampioen. Ja. Toet en heel veel doelpunten. En dat gaat lekker dit seizoen. Maar het, een Hagenees in Lelystadse dienst doet het goed. Het begint een beetje een fenomeen te worden, hè? We zijn heel blij met hem en hopen dat hij het hele seizoen heel blijft. Ook vandaag in de wedstrijd tegen Teugen pakte Toet zijn goaltje mee en was hij steeds gevaarlijk in de 16. Yeah! Weer een goaltje gescoord vandaag. Ja, klopt. Nummer 18 alweer van het seizoen. Ja, dat is lekker en helemaal lekker natuurlijk dat we deze wedstrijd weer winnen. Ook al was het niet best van onze kant, denk ik. Hoe kan dit? Heeft het er altijd al in gezeten of is dit ook gewoon een stukje ervaring? Nou ja, het is natuurlijk ik denk wel een stukje ervaring. Het is wel een heel ander niveau. Maar goed, in het betaald voetbal ging ik ook vaak het laatste kwartiertje voor inlopen en dan vooral om ballen door te koppen. En dan de snelle spelers aan het werk zetten. Alleen nu zie je dat het hier zo ook in doelpunten wordt omgezet. Dus dat is wel fijn. De wedstrijd tegen Teugen werd uiteindelijk gewonnen met 2-0. VV Unicum gaat daardoor als koploper de winterstop in met Toet als topscorer. Nou, laten we maar gewoon zeggen, hè? Unicum wordt dit jaar gewoon kampioen dan, hè? Nou ja, we zijn in ieder geval winterkampioen en 12 punten los. Dus dat is hartstikke mooi. En we gaan inderdaad voor het kampioenschap. Almere City gisteravond op visite bij Jong PSV. Opdracht was simpel, winnen om mee te blijven doen in de strijd om de tweede periodetitel. Dit gebeurt er na 18 minuten. Armando Obispo, is het een voorzet, is het een schot? Hij vliegt er in ieder geval in. En Jong PSV dus op voorsprong. Maar was het een bewussie? Nou, volgens mij was het een verdwaalde voorzet. Maar goed, ook verdwaalde voorzetten mogen er niet in natuurlijk. En dan moeten de Almeerders, zoals ze vaak dit seizoen, proberen de schade te gaan repareren met Arsenio Valpoort. Met een krulballetje. Maar doelman Van Os wordt niet in verlegenheid gebracht. Tweede helft moest Almere vol in de beugels om in de race te blijven om die periodetitel. Fortuna stond voor. Tom Overtoom kwam binnen de lijnen na maanden van blessureleed. En met zijn komst ging het draaien bij de Almeerders. Van der Water met de combinatie met Ahanach. Van der Water nog altijd. En het chipje en de 1-1 vlak na rust. Heerlijke opsteker. En het leuke aan Sylvester van der Water is dat hij dat doelpunt even viert met de meegereisde supporters. 4 PSV'ers kijken toe, Van der Water mag zijn gang gaan en het heerlijke chipje en dus de 1-1. En die 1-1 geeft de ploeg een boost. Een wereld van verschil, Almere City in de eerste helft en in de tweede helft. Owusu was rechtsback gaan spelen. Van Buren was achtergebleven in de kleedkamer en direct de 1-2. Arsenio Valpoort achter het standbeen langs. Op aangeven dus van Owusu.
En binnen 10 minuten buigen de Almeerders een 1-0 achterstand om in een 2-1 voorsprong. Dat is nog eens zaken doen. Dan een keiharde charge van de aanvoerder Obispo op Van der Water. Almeerders willen rood zien, maar scheidsrechter Gerrits geeft slechts geel en dan komt de aanvoerder goed weg. Maar de wedstrijd was volledig gekanteld in Almeers voordeel. Valpoort bewaart het overzicht, legt af op Ahanach. Maar zijn schot zelt over en dus niet, nog altijd niet zijn eerste goal in het betaald voetbal voor dat talent. Weer komt Owusu eroverheen. Dit moet de 1-3 zijn. Die hangt in de lucht. Owusu, maar de redding is er van Os. En dus laat Almere Jong PSV leven. Ja, ik vergeet inderdaad de 1-3 te maken. Het was een lange rus. En op een gegeven moment, ik rende heel snel, kreeg ook een beetje water in mijn ogen. Ik schoot gewoon op doel. Ik verloor een beetje het overzicht, maar jammer dat ik die niet erin schiet. Want dit gebeurt er direct na die grote kans. Owusu uit zijn positie, u ziet dat. Malen helemaal vrij en door de benen van Kramer de 2-2. In plaats van de 1-3 te scoren maakt Jong PSV de gelijkmaker. En dat is een behoorlijke tik op de kin voor Almere City FC. Door de beentjes van Kramer, heel simpel, en de 2-2. Maar het zou nog erger worden, want dit is opnieuw die Malen. Langs Owusu en dan de korte hoek. Via Kramer ook nog eens de 3-2 binnen. Almere, wat geef je het hier weg. De wedstrijd leek gekanteld, maar de Almeerders vergaten de trekker over te halen. Iets dat Jong PSV dus wel deed. Zitten we in de slotfase. McDonald, de invaller, op Valpoort, maar die kopt over. En dus verliest Almere City deze belangrijke wedstrijd. En lijkt het winnen van de tweede periode verder weg dan ooit. Nou ja, het wordt wel lastig nu. 4 punten achter op Fortuna. Ja, streep doorheen moet je nooit doen. Maar goed, het is nu wel wat lastig geworden. Ja.